Meneer, wat zijn we hier aan het doen? Ja, nou, ik ben een lammetje melk uitgeven zoals je ziet. Want ja, deze was bij de geboorte een beetje slecht. En die kwam eigenlijk niet met de moeder mee om gewoon moedermelk te drinken. Dus die hebben toen maar een beetje biest gegeven, zelf vanuit fles. Ja, vanaf dat moment ben ik de moeder. Nou, er zijn dus 4 lammetjes geboren afgelopen weekend. Ja, afgelopen weekend 4, waarvan die lopen nu hier tussen 2 tweelingen. En van iedere tweeling is er eentje helaas niet helemaal meegekomen met de moeder. Dus ik heb nu 2 aan de fles. Dat noemen we dan fleslammeren. Kijk aan. En voor de rest maken ze het allemaal goed? Ja, ja, moeders gaat gelukkig nog goed. En deze lammetjes maken het ook goed. En de andere die lopen, eentje ligt daarachter bij de moeder. En die vermaakt zich ook prima. Ja. En normaal horen wij dat de lammetjes in de lente komen, wanneer het mooie weer begint te worden. Nou is het 1 februari en zijn ze er al. Klopt dat wel met het normale? Jawel, dat klopt helemaal. Wat iedereen altijd ziet is de lammetjes buiten en dan is het lente. Zoals gisteren heb ik mijn lammetjes hier nou ook al buiten staan. En dan ziet iedereen de lammetjes in de lente en denkt, hey, het is weer lente, de lammetjes zijn er. Maar die lammetjes lopen al langer, want ik heb ze ook hier in een stalletje. En iedereen heeft heel veel schaaphouders hebben ze ook in de stal. Daar worden ze geboren. Dan duurt het 2-3 weken voordat ze naar buiten gaan. En eerder mag er eigenlijk ook niemand bij vanwege mogelijke besmetting van ziekte. Mm-hmm. Kijk, en ze zijn nu nog heel mooi zwart of grijs. Ja. Dat blijft zo of verkleuren ze? Nee, deze uiteindelijk verkleuren. Ja. Verkleuren ze. En het is wel grappig, het is gewoon de natuur. Deze schutkleur is eigenlijk een schutkleur, want deze lammetjes worden, dit zijn Hertwig lammetjes, worden geboren, normaal gesproken lopen die in de Engelse het Lake District, in de bergen. Nou, en als zo'n klein hummeltje ergens ligt, grijs, zwart, dan is het net een steen. Ja. Ze vallen ze niet op. De Drentse heidenschap heeft dat ook. De Drentse heidenschap, de lammetjes worden helemaal in bruin, grijs, zwart, wit, allerlei kleuren, gradaties geboren. En uiteindelijk worden ze allemaal gewoon één kleur. Maar als lammetje kun je ze mooi eens neerleggen en vallen ze niet op. Kijk, en welke kleuren zullen ze uiteindelijk worden? Ik denk dat deze ook allemaal verkleuren naar eerst zwart, zoals nu, een beetje zwart en wit. En dan worden ze bruin. En uiteindelijk na de eerste scheerbeurt, volgend jaar, zijn ze grijs.